De cultuurtuinlaan, waar er dagelijks wordt gesport, moet het nog steeds doen zonder politiesurveillance. Daar zijn de afgelopen week wederom mensen beroofd en de politie besloot om daar te surveilleren. Echter, deze belofte is nog niet ingelost. De overvallen worden vooral gepleegd op het gedeelte dat grenst aan de Paramaribo Zoo. Sporters durven het niet meer aan om alleen te joggen. Onze nieuwsdienst sprak met het echtpaar McDonald dat zegt dat er enkele dagen geleden wederom een beroving heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om een bejaarde man van 80 jaar. Winston McDonald vindt dat de politie zo snel als mogelijk de beloofde surveillance moet nakomen. De Bikers Unit zou in dit geval het beste kunnen functioneren. In het begin zag ik ze hier regelmatig rond fietsen, maar de laatste tijd niet meer. Echt niet. Of voelen jullie je veilig? Zeker. Ziet u die man die daar loopt? De Chinese man, 98. Ja. Hij werd 2 weken geleden beroofd door 3 jongens van 20 SAD. Die man daar. U kunt hem vragen. Die daar loopt. Zijn jullie daarom in een groep? Daarom lopen we in een groep, ja. Ja. En lopen jullie elke dag? Nee, maandag, woensdag en de zaterdag lopen we. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? De politie kwam maar niet... Je zegt het duidelijk, de politie moet hier aanwezig zijn. Of iemand die controle uitoefent. Hij moet bewaking zijn hier zo. Want dit is een plek waar je zonder last te hebben van de zuurstof van de auto kunt lopen. Uitlaatgassen. Of uitlaatgassen, bedoel ik. Want je kunt natuurlijk gaan lopen langs de wegen en langs de straten, maar het is geen doen. Auto's die razen langs je heen. Maar hier denken we dus veilig te kunnen lopen, maar de laatste tijd niet meer. Jenny McDonald onderstreept de woorden van haar echtgenoot. Ze voegt eraan toe dat er ook onnodig aan boskappen wordt gedaan. Het is een prachtig natuurlijk bos hier, een stukje bos waar ook heel veel aan toerisme kan gebeuren. Maar wat doen de mensen? Ze gaan steeds maar stukken bomen kappen. En je weet, het is een heel historisch gebeuren hier. En ze bouwen daar huisjes zelfs midden in het bos. En dat is zo verschrikkelijk jammer. En daar vind ik, moet er ook wat aan gedaan worden. Men heeft een poos een stop aangezet. En wat tot onze verbazing zien we, dat ze doorgaan met bouwen. Tot zover het echtpaar McDonald over de cultuurtuinlaan, waar sporters zich niet veilig voelen vanwege de vele berovingen. De politie had beloofd te starten met surveilleren, echter is dat uitgebleven.